De regionale media Wegener Media, Optimaal FM, Focus TV en websitebouwer Frontis willen samen met recreatieschap Achterhoek Liemers het toerisme in de Achterhoek promoten. Dit moet gebeuren onder de naam Achterhoek.nl. In een brief aan de acht Achterhoekse Wethouders Recreatie van de acht regio-Achterhoekgemeenten stellen vertegenwoordigers van de media voor de in oprichting zijnde Stichting Achterhoek Toerisme STAT te ondersteunen. De stad moet in het gat duiken dat door het faillissement van het Achterhoeksbureau voor Toerisme en VVV Achterhoek is ontstaan. De politie in Borculo heeft dinsdagmiddag bij de watermolen in Borculo het stoffelijk overschot van de vermiste Aalt van Kernebeek uit Borculo gevonden. De man werd sinds vorige week maandag vermist. Begin deze week deed familie nog een video-oproep in de zoektocht naar de man. In 2012 is het aantal geweldsincidenten, straatroven en overvallen in de regio Noord- en Oost-Gelderland gedaald. Dat blijkt uit een prognose van de jaarcijfers 2012. Afgelopen jaar zijn er in de veiligheidsregio tot 1 december bijna 40.000 misdrijven geregistreerd. Door een speciaal overvallen team verwacht de politie, net als voorgaande jaren, een daling van het aantal overvallen en straatroven. Liefst 23 mensen nemen plaats in een denktank over de structuur van voetbalclub De Graafschap. Zij gaan onder meer een profielschets samenstellen voor een nieuwe voorzitter. In de denktank zitten onder meer sponsoren, seizoenkaarthouders, leden van de supportersvereniging, leden van de vereniging en vertegenwoordigers van de manifestgroep. Begin 2013 komen ze vier keer bij elkaar voor een vergadering.